Dus jullie voelen dat dan niet, of wat? Die spanning dat hier hangt zo, voelt dat niet? Zo tussen jullie allemaal en mij hier. Het is een enorme spanning, hè? Nee, maar serieus, dat is om te snijden, jong. Meneer, hoe is uw naam? Ja, jij. Wim. Hij is dat het epicentrum van de spanning. Weet je dat dat komt? Dat is niet door die camera's, hè. Dat is... Temptation. Ken je dat, Wim? Temptation? Zit je partner ergens in de buurt? Tjoe, dat is spijtig. Dat is de bedoeling van Temptation, dat de partner ernaar kijkt. Oké, Wim, zijn we er klaar voor? Ja? Ik zie de angst in je ogen, Wim. Moet ik anders vragen dat iedereen zijn ogen even zicht hoort? Nee, gaat gaan. Ik heb wel nog een vraag. Zet je een nieuwe man? Oei, wacht. Ik zie je kijken. Man, dus de man dat weet, hè. Een nieuwe man, dat is zo'n man die echt zijn best doet voor een vrouw. Zo'n man die luistert. Dat hij bijvoorbeeld zegt van... Ik ken een platte band. En dat hij dan vraagt van... En hoe voelt u erbij? Eén waar je niks aan hebt, eigenlijk. Zet jij zo? Nee. Fantastisch. Ik ben blij. Echt. Ik ben blij, Wim. Want ik heb zo een keer een date gehad met een nieuwe man en die kwam mij halen met zijn fiets. Dus ik sta er met mijn kleed en mijn naaldhakken. Die rijdt met mij heel Gent rond. Die wou naar kunst gaan kijken eerst, naar het smak. Dan wou die een rondvaart bij zonsondergang. Dan wou die naar de opera. Dan wou die nog eens eten op een boot. En als afsluiter een pittoreske wandeling door de romantische steegjes van de binnenstad. Ik was precies ontvoerd door een gids van Davidsfonds. Man, vermoeiend dat dat is, zo'n nieuwe man, dat je dat in je bedden krijgt. Nu, uiteindelijk, we komen bij mij thuis. Ik had al lang geen goesting meer. Die slaagt ineens om. Dus die begint me daar te pakken, vanaf dat ik mijn vest uit doe. Zo. Ik hang daar aan die kapstok. Allee, dan op mijn trap zo. Bij l'étage. Dan op mijn salontafel. Tegen mijn boekenrek. Op mijn dressoir. Allee, dat was precies een turnles. Nu, op een gegeven moment pakt hij mij zo langs achter, zo met mijn benen rond zijn middel. Dus ik hang daar zo gelijk een soort zwemband met een zwanenhals. Kent dat wel? He? Ik hang daar en die begint zo met mij die living rond te lopen. Zo. Ik hang daar. Ja, wat doe je dan, hè? Beetje stof afpakken in het passeren. Een kaderke recht hangen. Mijn boeken alfabetisch klasseren. Ik had gewoon tijd voor Gil mijn living te redecoreren. Nu, op een gegeven moment pakt hij ook nog eens mijn handen. Ik kan niks meer doen. Ik hang daar gelijk Kate Winslet in Titanic. Maar dan zonder zee, zonder Leonardo. Maar wel met mijn kop in een luster en een piet in mijn lijf. Zeg, hé man, dat is hier geen auditie voor Cirque du Soleil, zeg. Maar jij bent niet zo, Wim. Just vandaag, mijn probleem, moet ik toch wel even meegeven. Ik zit vandaag met mijn ijsprong. Dus, allez, ja, ik wil maar zeggen... Ik weet, voor de meeste vrouwen is dat niet zo'n probleem. Hè? Dat hij springt, gij het goesting, die man is content. En alles is in orde. Hè? Maar ik ben een beetje van het overgevoelige type, dames en heren. Ik ben ook een beetje van het expressievere type. Dus het kan zijn dat ik raar ga doen.